Een zeer goeie dag allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven Remers. Ik heb slecht nieuws. Ik heb tot 2 uur s'nachts wel geprobeerd om vlog. Eens even gauw kijken, want het is maar morgen. Ik ben pas wakker. Vlog. Bestanden. 80 en 81, die zijn dus mislukt. Dus we zitten op 82. Maar ik ga proberen wel die ooit in de toekomst nog wel online te krijgen. Ik heb tot 2 uur s'nachts geprobeerd die bestanden goed te kunnen renderen, maar mislukt. Oké. Dus we zitten al op vlog 1682 dan ineens. Dus, en dit is vlog 1683. Voilà. Goedemorgen allemaal. Vandaag ook nog de Q&A. Ga ik nog even wat proberen in te halen. En noem maar op. Dus dat komt zeker in orde. Volgende. Aan. Klaar. Volgende. Yes. Volgende. Volgende. Melding sturen, volgende, ja, plannen, 19 uur, de gebruikelijke uur dat die online komt, de 23e natuurlijk, oké, voilà. Deze is nu aan het uploaden, hoe lang nog? 8 minuten, dus dan zet ik meestal ook mijn computer dan ook uit na 8 minuten, dan is het pak... Qua voordat ik die laat afsluiten, anders verbreek ik ook anders er te veel stroom. Creëer, voilà. Nu sluit hij dat ook automatisch af met de computer. Daar ben ik allemaal deze morgens vroeg allemaal voor jullie bezig. Nu nog mijn schoentjes vinden voor gaan te werken natuurlijk. Eens even kijken waar die liggen. Ik zit al op de badkamer. En daar gaat mijn wekker weer al. Jullie horen het. Even terugkeren. Misschien is dat een teken. Want ik moet nu wel echt vertrekken. Maar, echt vertrekken of niet. Ik moet wel mijn schoenen hebben. Ik ben hier achter die... Nee, fuck, waar heb ik mijn schoenen gezet? Dat is nog zoiets. Godverdomme man. Ik heb hier dus te goed opgeruimd. Het is voor Dreamhack. En dan heb ik ook mijn schoenen ergens gezet. Al, dan meent je toch niet dat ik die nu niet vind. Heb je die echt over de badkamer uitgedaan? Nee, ook niet. Oh my god. Oké, dat is strange dat die in één keer fladder weg zijn. What the fuck? Ik ga verder zoeken, dus ik ga direct vertrekken naar mijn werk. Dat ik ze heb gevonden, mijn schoenen. Voilà. Dus heel snel aandoen en vertrekken, want ik moet ook nog stoppen bij de panels voor mijn heerlijke broodje hesp. Voilà. En voilà. Ik zie jullie allemaal straks terug. Jojojo. Zo mensen, ik ben onderweg dus nu naar mijn thuis toe. Dus mijn camera ligt op de passagiersstoel. En mijn flap van mijn jas doet het wat moeilijk voor in het zicht te blijven. Dus wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb alleen maar vandaag bestikken en ik was echt waar stiek kapot. Maar ik heb wel doorgewerkt. Ik heb wel doorgewerkt mensen. Dus dat is heel goed. En nu ben ik aan het draaien, heel voorzichtig, dat mijn GoPro niet gaat verschuiven. Dus klik nu. Even eens kijken. Ja, voor de rijvak te veranderen. Voilà. Dus ja. Dat is een klein beetje schuinsbeeld. Oei. Ik sta
staat toch niet voor een rood licht. Voilà. Dus ik heb dus bestickerd en dat is alles. Ik was echt stiekem kapot, omwille van dat ik nog zwaar heb gezocht naar vervoer van Dreamhack. En ja, dus het is een beetje mislukt. Ik heb tot 2 uur 's nachts zitten te zoeken. Ja, ik heb nu mijn GoPro vast. Met mijn pook. Mannetjes. Het is echt druk op de baan. Het is echt druk. Want jullie zien dat ik ook heel zwaar aan het concentreren ben op de baan. Voilà, Sam. Ik ben lekker vertrokken. Nu richting Begoniaan naar mijn straatje. Nummer zeg ik niet. Ik sta ook achter Acent. Omwille van dat ik op mijn gegevens ga ik ook overal onzichtbaar maken. Omwille van dat hoort niet. Onze privégegevens echt zo openbaar moeten zetten en al. Ja, dat is een klein beetje hatelijk. En nu wat gas geven, want mijn schatjes zitten al thuis op mij te wachten. Allee, ik zie jullie allemaal straks eens terug. Yo, even zullen schakelen. Yo. Tot zijn we allemaal. Zo, gelijk hier thuis aangekomen, ga ik terug in weg. Ik ga nu even naar de winkel toe om eten te kopen voor vandaag. En even kijken of ik wel voor morgen, voor ook voor vandaag eten te hebben. En het is frisjes buiten en het is ook al donker. Voilà, ik ben nu aangekomen naar mijn wagen. Ik ga dus nu richting de winkel. Zo mensen, ik ben nu terug richting mijn thuis aan het rijden. Ik heb mijn geweldige vriendinneke, jawel, iedereen kent ze wel, hè, Bea. Terug naar huis gebracht, veilig en wel. We hebben ook lekker frietjes gegeten en dan ook nog een lekkere voor haar stracciatella ijs en ik mokka ijs. Maar we zijn niet naar Verano of Limone of zo gegaan. We hebben zelf zo'n bakje gaan kopen in de Oké. Dat is altijd iets goedkoper dan als je zo naar een Camry of zo gaat. Ja mensen, ik ben ook zo een klein beetje familie aan het missen. En jullie hebben het ook gemerkt dat er vandaag ook nog geen livestream is geweest. Mijn excuses. Nee, dat heeft ook te maken van, dat mogen jullie ook aan andere mensen ook van mijn werk vragen. Alhoewel, ik was stiek kapot. Ik was echt moe tot en met. Ik kon gewoon rechtstaand slapen, bij wijze van spreken. Zo moe was ik. En ja, dan heb ik maar nog een lekkere dunchje gedaan. Oho. En nu trouwens is het tijd voor familie. En dan wat YouTube filmpjes kijken nog, wat ga ik doen? Ik moet ook nog een winkel. Kun je daar een winkel noemen? Samsung Center. Een Samsung Center bedanken. Die in de Weinigem Shopping Center. Na een jaar en een half. Mijn gsm hangt op. Na een jaar en een half hebben ze eindelijk die updates erdoor kunnen krijgen. En is mijn gsm terug goed geïnstalleerd. En nu begin ik ook wel wat moe te worden.
waar ik ook al de laatste paar dagen ook wel redelijk wat last van heb, is van mijn linkeroog. Dus als ik dat zo afwrijf, dan... Ja, ik weet niet wat voor een gevoel dat is. Roda, ik kom maar menken. Dan had ik ook wat... Je moest hier nu ook mee in. Nee. Dus dat ik wat gas terug gaf. En dan op de expressweg waar ik 120 mag rijden, rijd ik ook. Wat een dag, echt waar, wat een dag. Normaal gezien was mijn eerste dag in Zweden op Dreamhack. Dus de organisatie van Dreamhack I'm coming to you on 24 year. Dat zo goed zegt. In 2024, hoe zeg je dat? 2024 eigenlijk in het Engels, ik weet het niet. Dus ik ben daar nu ook alles wat nu al aan het regelen. Als er genoeg animo is voor naar Dreamhack Winter 2024 te gaan. Ik ga dan ook kijken wat de prijzen zijn, dus ik ga dat wel in het euro zetten en niet in het SEC. Dus hoe moet ik het zeggen, in het SEC, in het Zweeds geld. Alleen wat ik in het Zweeds geld ga zetten is waarschijnlijk de inkom. De inkom van 2024 is nog niet bekend. Zodra dat ik die ook weet, gaan jullie dat ook al te weten komen. Wat zeker al betaald is, waar ik zeker naartoe ga komen, ook samen met Bea, is Frag-O-Matic 25.0. Dus de winter editie, dus in februari ben ik weer al te zien op Frag-O-Matic, voilà, op de LAN-party. En dan is het weer al afwachten tot allee, zeg het, tot 66 LAN, hè. Dat gaat ook wel een hele toffe LAN party zijn, 66 LAN. Dus ik kijk er wel allemaal naar uit, hoor, mensen. Ik kijk er echt naar uit om naar 66 LAN te gaan, naar Frag-O-Matic LAN party te gaan. En ik pak nu heel rustig de bochten, dat jullie niet wegschuiven. Want het zijn hier soms heel scherpe bochten. En dan kunnen jullie eens wel eens zijn naar onder dodderen. En dat is niet de bedoeling. Wat ik er juist ook nog heb gedaan, is ook de afwas gedaan bij mijn thuis. Dan nog even over, sorry als ik ook nog eens over de LAN-party zien ga praten. Kom alsjeblieft allemaal naar Frag-O-Matic toe. Ze hebben het nodig. Dus Frag-O-Matic. Wij geven binnenkort 2 gratis tickets daar ook voor weg. Voor Frag-O-Matic 25.0. Dat doorgaat in Wiezen. De datum ken ik momenteel nog niet te goed uit mijn hoofd. Of anders had ik dat al lang gezegd. Dus als jullie de datum willen weten van Frag-O-Matic, ga dan naar www.fom.be. Dus naar www.fom.be. En ja, kijk naar de informatie wanneer dat, de LAN-party doorgaat. Het gaat sowieso door in de Oktoberhal in Wiezen. Dat kan ik wel jullie al zeggen. In de Schrovenstraat. Schiet mij niet dood als het verkeerd is. Wacht, hè. Sorry als jullie Google dan ook gaat opspringen. Dus ik ga nu even die vragen aan Google. Hey Google! www.fom.be. Ik heb deze resultaten gevonden. Ja. Hey Google. Frag-O-Matic. Hier zijn een paar zoekresultaten. Ja, dus dat gaat dus niet. Dus ik ga ook van mijn gsm afleven. Voilà. Dat hangt vanaf.
Dus kijk even op de website van www.fom.be. Daar staat er redelijk wat informatie, ook welke competities dat er doorgaan. Wat prijzen dat er zijn. Ze gaan opnieuw voor de volle 1000 deelnemers. Dus wij steunen ook Frecomatic een gedeelte. Dus probeer om jullie daar naartoe te krijgen. Dus bijvoorbeeld, kijk, ik ga even het nut van een LAN-party eens uitleggen. Het nut van een LAN-party. Het nut van een LAN-party is, je zit met elkaar te gamen. Oh, jullie zeggen van, oh, dat kan ik ook thuis, dat kan ik ook thuis. Dat klopt, jullie kunnen dat ook thuis achter jullie eigen pc of achter jullie console, noem maar op. Dat kunnen jullie, perfect. Maar als jullie dus nu zeggen van, ah, kom, we gaan eens eentje drinken. Kom maar, dan ben je thuis zo. Oh, ik heb gedaan met gamen, kom, we gaan eens eentje. Maatje, waar zit je nu? Ja, die is dan weg, hè. Want je zit online bezig. Met offline heb je ook nog eens meer sociale contacten. En gebruik die sociale contacten ook. Dus, voilà, bij deze. Dus gebruik ze, gebruik ze, gebruik ze. Dus, nodig ook uw vrienden uit. Desnoods, bijvoorbeeld als je een vader bent, pak uw zoon mee. Of ook uw dochter, als uw dochter een gamester is. Dus pak uw dochter dan ook mee. En maak daar plezier op een LAN-party. Plezier. Daarvoor staat ook Frecomatic ook hoog. Voor plezier te maken, voor fun te maken. Oké, daar worden wel redelijk wat competities gespeeld en al. Maar ja. Ik ga even de deur openzetten. Voor wat verlichting. Dus, ja. Vroeger zat ik zo te denken van, ja, wat kan ik allemaal doen? Dan ga ik het toch weer al nu niet menen, hè. Mijn rondringsken is er weer al vanaf. Oh. Ja, die moet dan ergens liggen dan nog een beetje, dus dan moet ik dat eens even voelen, hier achter mij. Nee, ik voel niks. Ik zie hem al liggen, Voilà, ik heb hem opgeraapt, dit klein stukje. Wacht hè, ik weet niet of jullie het zien. Voilà. Dat is voor die schroef te kunnen bij te houden. Ja, dus aan deze kant dat ik dan moet insteken. Voilà. Dan mijn schroeverke. Deze hier. Wow. Ik had hem lopen. Ik ging hem lopen, zag je het? Ik ging lopen. Dus die steken we dan er ook op. Dan wat ook binnenkort zit aan te komen op 19 december is de meet and greet van Cycle TV. Deze gaat ze opnieuw door bij Jurgen's Christmas House 2023-2024. Wilt je erbij zijn? Laat het al in de reactie weten van ja, ik ga afkomen of ja, ik ga niet afkomen. Ik ga sowieso ook ergens een kleine poll ergens op starten. Ik denk misschien op mijn website www.cycletv.be ofwel op mijn, ja, op mijn YouTube community moet je dan even kijken. Daar staat dan ook een poll dan online. Waarschijnlijk krijg je die daar online zetten. Dus op YouTube zelf. Dus laat echt dan weten via YouTube als je wilt afkomen, ja of nee. En reageer dan daar ook eens even op van ja, ik kom af en ik heb op ja gestemd. Of nee, ik kom niet af. Ik heb op nee gestemd. Voor de rest, ja, heb ik niet meer veel te vertellen. Jammer dat DreamHack 2023 volledig, maar ook echt volledig in het water is gevallen. Letterlijk en figuurlijk. Ik baal er nu nog altijd van. Ik heb er zelfs niet heel weinig van kunnen slapen. Ik ben wel gaan werken vandaag. Dus dat is ook nog wel iets positiefs.
Maar op het werk was ik wel stiek kapot. Ik was gewoon echt... ik was gewoon braak. Ik heb minder neergezet wat ik normaal doe. Maar ja, dat is normaal. Als je moe bent, dan produceert je ook een klein beetje minder dan als je er volledig erbij bent. Dat is ja, wetenschappelijk bewezen. Kan ik er ook niet onderuit. Dus ja... Voilà, voor de rest ja, heb ik niet veel nog te vertellen. En nogmaals, sorry, echt waar, sorry allemaal. Zowel ook op Discord, als ook op YouTube, als ook op Twitch en Facebook, noem maar op, Instagram, dat ik zo even afwezig ben geweest. Daar heb ik echt ontzettend spijt van. Is het gemeend? Ja, dat is gemeend. Dit is echt gemeen. Ik doe vloggen graag. Waarom moet ik dan daarmee stoppen? Ik weet het niet. Maar ik ga nog sowieso kijken wat ik dit weekend kan doen. Ik was even aan het kijken wie dat was. Dat was een witte kabinetje. Dus... Ja, de planning is volledig in het water gelopen. Omwille van ja, dat ik normaal gezien op het remake zat en... Ja, daar livestreams ging doen, dus... En dan nog een positieve punt. Waar ik woon, ik ga ook even daar nog even op hameren. Dat is... Hoe moet ik het zeggen? Wat was ik wel aan het zeggen? Ik weet het zelf niet meer. Oh, zo moe ben ik nog altijd. Dus ik ga het hier echt afronden. Of anders blijven we bezig, hè mensen. Ik ga ook uit de auto stappen, want ik blijf gewoon in de auto zitten. Want voilà, ik heb mijn lichtje uitgedaan. Sorry als jullie het opnieuw even horen. Dus ik, als ik dit doe... Dan heb ik gedaan met bij Google te spreken. Dus ik ga even vragen aan Google. Dus als die de lichten wilt aanzetten. Dus vanaf nu. Hey Google. Lichten aan. Goed. 10 lampen aandoen. Voilà. Het is gebeurd. Yay. Het is gebeurd. Nee, ah ja, over vloggen was ik bezig. Dus ja, waarom moet ik telkens keer daarmee stoppen? Ik doe het zo graag. Ik ben daar heel laat. Ja, yay, ik heb geen licht. Voilà, ik heb terug licht. Dus ja, waarom moet ik daar zoveel onderbrekingen in doen? Ik weet het niet. Ja, ik heb de laatste tijd ook moeilijk met mijn eigen. Ik zit ook in de knoop met mijn eigen. Dat moet ik ook nog eerlijk toegeven. Ik ga jullie gewoon meenemen nu even naar boven toe. Morgen ga ik... integraal de Q&A opnemen, dus dan wordt dat gewoon de Q&A vlog en dan staat er niks anders op programma. Oké, dus voilà. Ik heb alles. Oh ja, morgen ook nog de vuilzakken buiten zetten. Even mijn sleutels proberen te nemen. Hallo allemaal. Die is toe, mijn auto. Ja. Ah ja, het is wat ik ook nog wil zeggen. Dat bijvoorbeeld als ik naar gaming evenementen ga.
Mijn huis is beter beveiligd. Voilà. Ja, hier gaat ook telkens keer een oppasser zijn, omwille van dat ik het soms, ja, schud ik ook voor Zweden. Ik zat daar dan met een dubbel gevoel. Hoe gaat het met mijn appartement? Ja. Wordt hem niet leeggeplunderd? Dus daarom bij dat er ook telkens keer in het weekend iemand op bezoek komt. Het is niet altijd Chris, er kan ook nog andere mensen zijn, dus bij deze, die ik wel 100% ook vertrouw. Die ook heel dicht bij mij staan, in de vriendenkring. Die hebben dan wel iets bijzonders ontvangen van mij. Zo gelijk, ik ga sowieso zeggen, ook naar bepaalde personen toe. Jullie mogen mij ook altijd eens verrassen voor langs te komen hoor. Bijvoorbeeld als ik eens ben werken ben en dat ik bijna terug thuis ben en dat jullie dan bijvoorbeeld naar hier komen om mij te verrassen dat jullie hier zijn. Om bijvoorbeeld een spelletje te spelen of zo. Dan mogen jullie dat ook. Dan mogen jullie dat ook. Voilà. Ik ga mijn jas uitdoen. Dat moet ook gebeuren, mensen. Je ziet dus hoe lang dat ik nu al aan het vloggen ben. Oh, redelijk lang aan het vloggen, denk ik. Oeh, jong. 19 minuten al aan één stuk door, één fragment. Nice, 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 nice. Ik ga ook de computer aanzetten. Maar. Want er is een maar. Ze heeft die toch niet meegenomen, nee? Dan ben ik gejast. Ja, ze heeft het mee. Ik ben gejast. De headset waar ik eigenlijk mocht lenen, is het dus blijkbaar ook terug meegenomen naar huis toe. Dat mag ze wel hoor. Dus dan ga ik wel bij Black Friday, ga ik dan wel kijken voor... Een headset. Ik ga jullie dan ook wel laten weten wat voor headset dat is geworden. Ja. Dus daar gaat het nog worden vandaag. Dus ik ga nu nog mijn vlog in elkaar steken. Dus deze wat ik nu aan het maken ben. Dan ga ik familie kijken. Dan nog wat YouTube-filmpjes kijken. En dan terug richting Dromenland vallen. Dromenland in slaap vallen. Moet ook gebeuren. Morgen staat er... Ah ja, er staat nog morgen staat er nog één ding nog op het programma. Dat is dat ik naar de apotheek ga. En dan van de apotheek ga ik de Q&A doen. Voilà. Dat staat nog op programma. Dus ik dank je wel om naar deze leuke vlog te kijken. Hopelijk vonden jullie het tof. Hopelijk toch. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Dimitri, vergeet uw headset niet te pakken. Voilà, mijn headset. Die is dringend tijd aan vervanging toe. Ik weet het, die heb ik al redelijk lang. 15 jaar misschien. 15 jaar. Nee. Wel ietsjes minder. Ik denk een jaar of 8, toch zeker. Toen ik begon te vloggen, denk ik zelfs dat ik deze al had. Zo lang heb ik die al. Mensen, echt waar. Dus ik heb die al redelijk lang. Heb ik vandaag ook nog iets opgenomen met mijn GSM. Dan moet ik daar ook nog eens even naar kijken. Ik ga even mijn GSM nemen. Voilà. Heb ik vandaag iets gefilmd met mijn GSM? Ik dacht het niet. Dus even kijken bij galerij. Camera. Nee, ik heb niks gefilmd. Voilà.
Ah ja, dit ga ik ook jullie laten zien. Dus er is ook één tekening al aangekomen. Dankjewel, dat was tijdens de Halloween dat ik die heb ontvangen. Dankjewel, fan. De persoon die dat heeft gemaakt, ben ik 100% trots op. En die persoon weet wie over dat ik het heb. Dus, ik ben er nog altijd heel trots op. Ik heb daar het nog altijd laten hangen. Dus, hebben jullie ook een eigen tekening of zo? Stuur even een e-mail naar info@cycletv.be en vraag wat achter gegevens van mij. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen om uw tekening hier ook bij mij thuis te kunnen, jawel, te kunnen ophangen. Voilà. Nu, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal later terug. Ciao, 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 ciao.